De PSV vrouwen wonnen vorige week de uitwedstrijd bij Achilles. En dat was de eerste overwinning in 5 wedstrijden tijd. En nu kreeg de ploeg van Nebojša Vukovic weer de kans om 3 punten te pakken. Onder toezicht ook van algemeen directeur Tom Gerbrands trouwens. De ploeg van Nebojša Vukovic die speelde thuis tegen Telstar. En op papier is dat een ploeg die te pakken moet zijn voor PSV. Het belangrijkste nieuws van deze wedstrijd is dat Vanity Leeuwarissa, de spits van PSV, voor het eerst sinds 10 maanden weer bij de wedstrijdselectie zit. Ze had een kruisbandblessure, revalideerde lang, maar is dus nu eindelijk weer terug in de selectie. Natuurlijk nog niet in de basis, speelminuten heeft ze nog niet gemaakt. Dus eerst is het aan de rest van de ploeg om iets te gaan doen. En Jasmine Kuipers die begrijpt die opdracht en zij zet de vrouwen van PSV op een 1-0 voorsprong. Het is eerst de kans voor Vanessa Susanna, de topscorer van de Eredivisie. Zij mist. Dat schot werd gered, maar Kuipers is er als de kippen bij. En PSV kan heel snel die score uitbreiden. Maar hier is het Mauri van de Wetering die een grote kans laat liggen. Maar het vertrouwen, dat is dus groot bij PSV. 5-0 gewonnen vorige week in Groesbeek. En ook nu dus prima aan deze wedstrijd gestart. Veel kansen, maar dan, na ongeveer een half uurtje, komt er toch een beetje angst in de ploeg. En krijgt Telstar de grootste kansen van deze wedstrijd. Katja Snoes, de spits voor de ploeg uit Velzen, die krijgt 2 grote kansen. Maar Angela Christ, die staat er wanneer ze er moet staan. En dus nog altijd die voorsprong voor PSV. Maar dat zal niet al te lang duren. Want daar in het midden staat aanvoerster Sharon Kok helemaal vrij. En met een prima kopbal zet zij Telstar dus op gelijke hoogte helemaal vrij. Moermans en Nouwe, beide hebben deze aanvoerster niet. Maar lang hoeft PSV niet te rouwen. Want dit is een corner van Van der Wetering en ingekopt door Siska Volkersma. Normaal gesproken neemt Moermans die corners. Maar precies bij deze corner riep Nebojša Vukovic dat Van der Wetering het moest nemen. Een gouden wissel kunnen we dat misschien wel noemen. En dan is het daar tijd voor Vanessa Susanna, de topscorer van de Eredivisie. Het was eigenlijk wachten op haar doelpunt. En hier dan kreeg ze eindelijk haar kans. En die benut ze als een echte spits. En zij maakt de 3-1 voor PSV. En daar is dan de rentree van Vanity Leeuwarissa. Krijgt meteen de aanvoerdersband. En dan heeft zij een kleine 25 minuten om spelritme op te doen, minuten weer te maken. En misschien zit er nog wel meer in, want hier is Vanity Leeuwarissa. 2 minuten en 29 seconden later. Meer heeft zij dus niet nodig om haar stempel op deze wedstrijd te drukken. Een sprookje kunnen we het wel noemen. Hier zal zij ook wel van gedroomd hebben, maar nooit gedacht hebben. En dan krijg je dus natuurlijk ook de glimlach bij hem, de trainer Nebojša Vukovic. 4-1 voor PSV. En dan zijn de punten natuurlijk al lang binnen. De grote vraag is of er nog een mooi slotakkoord komt. En het antwoord is ja. Deze vrije trap van Melissa Evers wordt prachtig binnengeschoten. 5-1 voor PSV. Prima overwinning. Maar natuurlijk was het haar avond. De avond van Vanity Leeuwarissa. Nee, klopt. Dat was een van mijn eerste ballen. En schiet ik er mooi in. Krijg je al een leuke reactie als je erin komt. Dat is natuurlijk al fijn. En wat je zegt, dan een van de eerste ballen. Dan, wat dacht je? Ik schiet hem gewoon binnen. Ja, ik kreeg een goede diepe bal. En, pak de kosten weg in de goal, ik denk, dus schiet ik erin. Had het niet mooier kunnen zijn vandaag? Nee, het was een heel mooie dag. Ik ben blij dat ik mijn rentree heb mogen maken en dat ik dan nog een goaltje score. Dat is mooi meegenomen, want hier heb ik hard voor gewerkt.